En er zijn hier mensen van verschillende comité's, van het AZC Alert, van heel Nederland. Mensen uit hier Eindhoven, uit Breda en elders. Ja, die zich zorgen maken dat in één keer dan wel midden in de stad of hier aan de rand van de stad, dat mensen, ja, honderden asielzoekers komen die tot overlast kunnen zorgen. Die ook, wat Nederland gewoon niet aan kan. Het kost bakken met geld, 30.000 euro per asielzoeker. Dat zijn ongeveer een miljard euro per jaar, wat we in dit land echt wat beter kunnen besteden. Mensen krijgen gratis zorg. Als het gaat om sociale woningbouw, ja, dan zijn er mensen die al jaren op de wachtlijst staan. Die zullen Maar dit zijn algemene zaken. Kunt u iets voor de mensen hier in Eindhoven specifiek betekenen? Ja, nou, misschien niet specifiek in Eindhoven, maar wel als PVV. Ik denk dat iedereen ons daar wel voor kent, om te zorgen dat die asielzoekersstroom ingedampt wordt. Mensen moeten natuurlijk veilige opvang hebben. Ik denk dat iedereen dat hier ook vindt. Maar doe dat alsjeblieft in de regio zelf. Haal ze niet naar Nederland, want ik verzeker u, ze gaan nooit meer weg. Ze gaan nooit meer weg. In Nederland krijgt ongeveer 60-70% van de aanvaarders krijgen een verblijfsvergunning. Je krijgt vervolgens nog dat ze hele familieleden overhalen. Dus het is onbetaalbaar, het is onverstandig. Ze gaan nooit meer weg. Opvang in de regio. Ik wil ook dat mensen veilig zijn. Maar we kunnen niet iedereen naar Nederland halen. Daar hebben we het geld niet voor. En daar hebben we gewoon het land niet voor. Dat is onmogelijk om dat te doen. Nou, meneer Wilders, dank u wel. Gaat u verder met uw gesprek. Nou, geweldig.